Yo, mensen van dus David Games, de King 77 en alweer hier. Oftewel Paul, oftewel de game onder leraar, wat ik ook wel genoemd tegenwoordig. Ja, wat is dit voor gameplay, denk je nou weer? Nou, dit is de Fun Class, zou ik maar zeggen. Als je echt gewoon denkt, Modern Warfare 3, gaat me vervelen. Ik wil Black Ops 2, ik wacht er echt op en ik weet niet wat ik moet doen. Pak dan deze klasse. Dit is een UMP met Rapid Fire en Extended Mags. Verder mijn standaard setup, gewoon Sleight of Hand Pro, Hardline Pro en Stalker Pro. En ik speel dan ook met een hoge, lastige streak, wel een Predator, maar daartussen zit even niks, want dan krijg ik pas bij mijn Strafe, dus mijn volgende streak, en dan mijn P-Flow. Heel lastig spelen, dat zou je op zich nog kunnen veranderen, maar het is wel leuk spelen. Het geeft een extra een beetje die drive om dus met een moeilijke setup dan die streaks te halen. En van dichtbij ga je elke shotgun rapen. Dit is echt zo'n overpowered klasse eigenlijk van dichtbij. De rapid fire op dat ding, dat maakt het wel zo fucking sterk. Ga ik zo meer over vertellen. Heel even kort. Ik heb met David contact gehad en wij gaan bijna bij elke fit, denk ik voorlopig bij mij, 800 Microsoft Points weggeven. Codes daarvoor. Ja, en het zou elke video andere regels aan verbonden zijn hoe je dat dan kan winnen. Het is een giveaway. De eerste die we gaan doen. Ik heb dus drie dingen bedacht waar je aan moet voldoen. En de eerste is, je moet subscribe zijn bij Dus David Games en op mijn channel. Lijkt me logisch. Punt 2. Met welke wapens heb ik een MOAB gehaald? Kun je op mijn channel uitzoeken. Punt 3. Hoe oud zijn mijn twee kinderen? En hoe heten ze? Ja, dus zijn drie dingen. Nog één keer. Subscribe bij DDG en bij de King. Punt 2. Met welke wapens heb ik allemaal een MOAB gehaald? Punt 3. Hoe oud en hoe heten mijn twee kinderen? Ja? Hoe oud zijn ze en hoe heten ze? Ja, dus deze keer nu is het een beetje een voordeel als je de fit vroeg kijkt. Dan heb je al misschien eerder het antwoord natuurlijk. De andere ga ik de andere regels bedenken. Die was even de eerste. Laat het in de comment section achter. En dan denk je, ja, dan geef ik het misschien weg. Als het niet helemaal goed is aan de volgende. Ja, dat is dus zo. Dus je moet goed nadenken. Is goed uitzoeken. Schrijf het eerst allemaal op. Dan pas posten. Degene die als eerste het goede antwoord gegeven heeft, dat kan ik natuurlijk gewoon checken in de volgorde van de comments. Die gaat winnen. En die wordt benaderd door David of door mij hiervoor. Oké, verder over de UMP. Ja, het is dus. Je kan gewoon met Hardline Pro spelen. Wat ik al zeg bij SMG's. Je hoeft niet met Quick Draw te spelen. Maar ik zeg er wel bij jongens, als je met een ACR gaat spelen of met een zwaar wapen, ga alsjeblieft niet met hardline spelen. Ik krijg genoeg berichten van iemand. Ja, ik speel goed, maar dit lukt me niet. Wat jij allemaal doet, dit en dat en zus en zo. Dan vraag ik waar hij mee speelt. En dan zegt hij, ja, met dit en dat hardline. En dan welk wapen? Ja, met een ACR of met een G36C. Ik zeg, ja, maar jongen, als je tegen goede spelers speelt en die hebben wel quick draw, dan verlies je elk duel. Jij moet niet met hardline spelen, behalve met een SMG. Met elke SMG kan je met hardline spelen. En met de SCAR. De aiming down the sights van de SCAR is verreweg het snelst van alle assault rifles. En dan kan je ermee doen. Want elk ander assault rifle is te zwaar. Waardoor als je naar je gezicht gaat met dat ding, ben je een stuk trager dan iemand die met quick draw speelt. Onthoud dat. Maar dus bij de UMP gewoon hardline pro pakken. Met die assist counters kill heb je snel je streaks, heb je predator, heb je strafe run, heb je P-flow. Ga je deze klasse gebruiken? Kan je ook heel laag inzetten. Je kan ook lekker UAV doen en Predator en helikopter. Dan haal je het achter elkaar. Van dichtbij ben je bijna niet af te stoppen. Behalve misschien door een PP en door sommige shotguns. Die one shot dat je net te laat schiet. Maar door de rapid fire ben je zo snel. Dit is gameplay nu die je ziet op bootleg. Dus bootleg is ook een van de maps waar het echt deze klasse heel goed mee overweg kan. Als je regular domination speelt, zou ik de maps Dome, Sea Town, Lockdown, Hardhead en Arcaden pakken. Maar je moet niet dus op Fallen of op Outpost dit gaan doen. Want dan raak je vrij gefrustreerd tegen al die snipers en typers en ja, weet ik whatever the fuck. Pak dan dat niet. Als je Ground War speelt, zou ik dus Bootleg kan je doen en Arcaden. Dat zijn dan de enige maps, want dan vallen alle andere kleine maps weg. En verder niet op andere maps gaan doen, dan raak je helemaal gefrustreerd. En dat is niet zo fijn. Ik heb nog een klein nieuwtje tussendoor. Net met gisteren met David ook contact over gehad. Ik ga ook Black Ops gameplay uploaden. Daar wordt ook om gevraagd, ook op mijn channel. Nu komt natuurlijk Black Ops 2 eraan. Mensen hebben bijvoorbeeld Black Ops 1 overgeslagen en willen wat dingen daarvan zien. Of mensen hebben Black Ops maar heel weinig gespeeld. Of willen gewoon weer de Black Ops
feel, wat gevoel krijgen. Dus ik ga ook Black Ops gameplay uploaden. Het volgende filmpje zal waarschijnlijk ook meteen Black Ops gameplay zijn. Misschien kun je ook in de comment section achterlaten wat je ervan vindt. Misschien zeg je nu al van, nou doe maar niet of doe maar één keer. En nou, dat gaan we afwachten. Maar het is ook leuk. Black Ops is ook echt een fantastische game natuurlijk. En ik kan er ook vrij goed mee overweg. Dus misschien dat ik daar ook nog wat tips kan geven. En wat dingen over Black Ops 2 kan vertellen die me leuk gaan lijken. Enzovoort. Dus Black Ops gaat ook naar voren komen. Niet vaak. Het zal niet zo zijn het om en om. Het zal zijn bijvoorbeeld 4 keer Modern Warfare 3. En 1 keer Black Ops. Dan weer 3, 4 keer Modern Warfare 3. Dan weer een keertje Black Ops. En ja, zo probeer ik een beetje variatie erin te houden. Wordt ook veel gevraagd om Moab gameplay. Ik heb 2 weken geleden een Moab gehaald. Die staat helaas op mijn eigen channel. Dat was voordat ik dus David Games begon. En sindsdien heb ik op een of andere manier 22, 23 streaks, maar net geen Moab gehaald. Ik ga, het is nu zondag. Ik ga nu proberen de komende dagen gewoon meer weer met specialist te spelen. Ik speelde ook niet zo heel veel mee de laatste tijd. Iets minder. Ik speelde de helft, specialist de helft assault. En dan zal ik puur voor de Moab gaan. En om echt een goede Moab tip video te geven hoe je hem kan halen als je hem nog nooit gehaald hebt. Dus dan haal ik hem een beetje campy aan het einde. Kun je ook zien een beetje strategie hoe je nou je eerste Moab kan halen. Maar er komt dus ZSM, zo spoedig mogelijk, Moab gameplay op DDG ook van mij. En, maar dit is dus meer een klasse voor als je echt gewoon fun wil hebben. Het is echt, je hebt echt, ja, het voelt als adrenaline. Dat ding is zo sterk. En ja, je kan ook zeggen ik ga met kick spelen met rapid fire. Nadeel is dan dat je kogels eerder op zijn. Hey, extended mag natuurlijk meer kogels. En je moet snel reloaden. Rapid fire is je magazijn heel snel leeg. En dan kom je ook vaak in de problemen. En ja, als je helemaal geleveld hebt, pak dan gewoon, als je dus level 24 bent of 26, ik weet niet meer, behalve dag 24, dan heb je extended max. En ja, dat is gewoon een stukje makkelijker. Dan heb je gewoon, daar zet ik alle 2 attachments op. Bijna op elk wapen wat ik heb, doe ik 2 attachments. Dit is weer trouwens nu gameplay van een andere wedstrijd. Die was er vlak daarvoor, vlak daarna. Dus ik speel ook met subscribers. Dit is allemaal gameplay van de zaterdagavond. Ik expres met de UMP-spelers kleine maps kreeg om het gameplay te creëren. En ja, bootleg zie je ook, dat lukt er steeds. Dat is echt een hele goede map voor dit soort gameplay te creëren. En ja, dus verveel je, pak dan echt deze klasse. Het is eigenlijk net zo sterk als dat je het zou doen met een PP90. En die staat ook bekend om de UMP eigenlijk niet. UMP wordt eigenlijk wel een beetje overgeslagen. Het wordt een beetje overruled door de MP7 en dergelijke. Nog heel even kort jongens, dus vergeet niet in de comment section achterlaten. Je bent subscribed, dan kunnen we checken bij DDG en de King. Hey, ik heb het nu over de giveaway trouwens. Punt 2, welke wapens haalde ik, de King, de Moab mee? En punt 3, hoe oud zijn mijn kinderen en hoe heet ze? En dan gaan we kijken wie er wint. 800 Microsoft Points. Altijd lekker om te hebben. Is toch 10 euro. Om daarover te praten. Is nooit verkeerd om gratis te krijgen. 10 euro. En nou, geniet nog even van de gameplay. Ik maak nu een mooie streak hier af. En ik heb gewoon echt alleen maar een paar goede kills eruit geknipt en geplakt. Want anders, ik denk, de hele wedstrijd is ook niet elke keer leuk. Ik doe gewoon hier wat kills die ik maak. Ik zie dat, huppakee. Ik heb hier ook een beetje geluk. En hier maak ik een fout. En dat was hem dan. Nou, vergeet niet mijn channel te checken. Kijk veel fit van me. En ja, bedankt voor alle support. Ik ga jullie zien.